Nou, welkom allemaal. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over de meest succesvolle campagne die we tot nu toe hebben gehouden bij Landschap Noord-Holland. Ik zal eerst kort even wat over mezelf vertellen. Ik ben Marise Cornegge. Ik ben inmiddels al heel wat jaren werkzaam in online marketing in verschillende rollen. Ik heb 10 jaar aan bureauzijde gewerkt. Ik ben begonnen als webanalist, onder andere voor KLM en Essent. En daarna heb ik diverse online marketingactiviteiten opgepakt voor verschillende klanten, waaronder het Concertgebouw. Een paar jaar geleden ben ik naar de klantzijde gegaan en heb ik onder andere gewerkt voor Sissy Boy als conversiespecialist. En ik ben nu 3 maanden werkzaam voor Landschap Noord-Holland als online marketeer. En toen ik begon, viel ik eigenlijk met mijn neus in de boter, want ik kon direct meewerken aan een hele mooie campagne. Bij het campagne uitdenken ben ik helaas niet betrokken geweest, maar 2 weken nadat ik ben begonnen ging de campagne van start. Ik zal eerst nog iets vertellen over Landschap Noord-Holland. Samen met anderen maken we Noord-Holland mooier door landschap te ontwikkelen en te beheren. Het is een stichting en we bestaan volgend jaar 85 jaar. We hebben zo'n 30.000 beschermers. Dat zijn donateurs die jaarlijks een bijdrage aan onze stichting. En ik zal nu kort wat vertellen over, over onze ambities. Een van de belangrijkste ambities en ook de insteek van deze campagne is de oppervlakte aan natuur in Noord-Holland vergroten. We beheren bijna 100 natuurgebieden en waar mogelijk kopen we gronden aan die we kunnen omvormen tot natuur. En dat kunnen ook hele kleine stukjes zijn, kunnen strategische stukjes zijn. Als je net daardoor twee natuurgebieden met elkaar kunt verbinden, kun je het leefgebied van dieren weer vergroten. Eigenlijk wat hier ook op aansluit is de groei van biodiversiteit. We beschermen die 100 terreinen, zodat planten en diersoorten kunnen floreren. En ook helpen we anderen om hun terreinen natuurvriendelijk te beheren, zoals gemeenten, provincies en boeren bijvoorbeeld. Verder zetten we ons in voor de kwaliteit van openbaar groen. Groen in de stad wordt steeds belangrijker. Kunnen bewoners ontstressen. Mensen kunnen naar buiten gaan en meteen in het groen staan. En speelt ook een belangrijke rol bij het klimaat dat nu aan het veranderen is. We hebben nu steeds vaker te maken met extreme regenval, waar het weer een waterbuffer kan zijn. En ook warmere zomers. En dan biedt groen in de stad ook de nodige verkoeling. En ook hier kunnen we advies bieden aan bijvoorbeeld gemeenten om hen daarbij te ondersteunen. En wat hier weer op aansluit is het landschap klimaatbestendig maken. En ook hier adviseren we overheden, bedrijven en waterschappen bij. Een andere ambitie die zit op het cultuurhistorisch erfgoed. We hebben eigen buitenplaatsen, liniedijken en forten. Die we zo goed mogelijk proberen te bewaren voor de toekomst. En we geven daarin ook advies aan derden. En al onze activiteiten kunnen we natuurlijk niet alleen. We werken met heel veel vrijwilligers. Met duizenden vrijwilligers in Noord-Holland. En die werken niet alleen in onze eigen gebieden. Maar die werken ook daarbuiten. Dus eigenlijk alle vrijwilligersgroepen in Noord-Holland ondersteunen we. Als ze willen met kennis en materialen. En een uitgebreid netwerk. En dat is super mooi dat we. En als laatste willen we ontspanning bieden. Het is eigenlijk ons streven om elke bewoner van Holland een natuurervaring te bieden binnen 15 kilometer van zijn woning. Juist in deze tijden zoeken mensen meer de natuur op. En daarom is het ons streven om dat. Dat het ook in de buurt blijft van mensen, de natuur in je eigen buurt. En ik wilde eigenlijk even beginnen met onze campagne.
te laten zien, zodat je, ja, zodat je een idee krijgt wat het inhoudt. En kijk hoor. Oh, heeft hij geen zin in? Ja. Nou, volgens mij gaat het even niet lukken. Dus ik ga gewoon eventjes door. Eigenlijk het idee ik ga het gewoon nu in de slides laten zien, maar in de campagnefilm hebben we eigenlijk kort op een rij gezet wat de aanleiding is voor deze campagne. De bewoners in Noord-Holland en niet alleen in Noord-Holland hebben te maken met steeds meer bedreigingen eigenlijk van buitenaf. De verstedelijking neemt toe, er wordt ontzettend veel gebouwd. Centra voor distributie en dataopslag verschijnen overal. En bijvoorbeeld ook duurzame initiatieven zoals windmolen en zonneparken, die hebben ook een plek nodig. Dus op die manier, er komt steeds meer bebouwing. En dat gaat vaak ten koste van het groen. Dus daar wilden we iets aan doen. Dus het is voor heel veel mensen in Holland is het herkenbaar. Het is een actueel probleem, het speelt nu. Het is heel veel ook in het nieuws. En het is ook wel urgent. Mensen hebben wel echt het idee van, er moet nu wel iets gebeuren voordat het te laat is. En voordat echt al het groen in onze omgeving verloren gaat. We hebben, ik heb hier even de slide iets sneller gaan dan ik. Maar daarvoor zijn we met een oplossing gekomen. We hebben een heel concrete doelstelling. En dat is dat we 1 miljoen vierkante meter natuur erbij willen hebben. We missen daar nog een klein onderdeel, namelijk 24.000 vierkante meter. Dus dat is een haalbaar doel. En daar zetten we op in met deze campagne. En het mooie is dat je impact kunt hebben en dan al vanaf een heel klein bedrag. Want voor €7,50 kun je een vierkante meter natuur aankopen. Dus of je nou je kunt 1 vierkante meter kopen of 100. Maar je maakt eigenlijk vanaf €7,50 kun je al impact maken. Deze bedreigingen en de oplossingen hebben geleid tot die campagne. En hoe hebben we dit dan vertaald naar onze website? Dan zal ik eerst even kort iets vertellen wat er daaraan vooraf is gegaan. Want in 2018 is onze website eigenlijk opnieuw gebouwd, samen met Humo Groen en Bluepixel. Voorheen had de website vooral een communicatieve functie. En nu zochten we toch meer de interactie op met de bezoeker. Dus wat we eigenlijk wilden laten zien op de website is, we wilden een aansprekende website waarop we de natuur laten zien hoe mooi de natuur is. Dus beeld moest echt wel prominent aanwezig zijn, zodat we kunnen laten zien hoe mooi de natuur is. Verder claimen wij onze rol in maatschappelijke kwesties, dus dan moeten de projecten waar we aan werken, de thema's die voor ons belangrijk zijn, moeten goed zichtbaar zijn. En verder willen we mensen inspireren. En dat kan bijvoorbeeld met activiteiten in de natuur, zoals excursies of wandelingen of fietsroutes. Maar ook mensen die zich echt actief willen inzetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger, dat moet ook een plek krijgen. De hele website is aan de hand daarvan aangepast. En er zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd die onmisbaar waren bij deze campagne. Er zijn koppelingen gekomen met ons CRM-systeem en de e-mailmarketing tool. En verder is er veel flexibiliteit gekomen in de opzet van pagina's en ook in de opzet van formulieren. Waaronder bijvoorbeeld ook validatie van gegevens. En we hebben responsive design gekregen. En voordat we hebben eigenlijk voor deze campagne een heel nieuw campagne template opgezet.
samen met Limo Groen. En ik zal daar nu een aantal onderdelen uitpikken die speciaal voor deze campagne zijn ontwikkeld. En die echt konden overbrengen wat we wilden met deze campagne. Als eerste eigenlijk, we wilden de bedreigingen, zoals ik al net al aangaf, die wilden we zichtbaar maken. En dat hebben we gedaan met deze slider, zoals je hier in beeld ziet. Dus eigenlijk de actuele bedreigingen, heel herkenbaar voor iedereen. En het is ook een heel relevant maatschappelijk probleem. En dat draagt ook daaraan bij dat mensen eerder willen geven. En voor ons, het moment van de campagne zat net in de coronacrisis. En voor ons was dat natuurlijk geen slechte timing. Want mensen zochten de natuur op om te ontsnappen. En het belang van natuur werd ook werd moeilijk in deze tijd. Dus dat was eigenlijk voor de campagne heel mooi. Punt is wat we hebben opgepakt, eigenlijk de oplossing voor het probleem, is dat je een vierkante meter natuur kan kopen. En dat hebben we via deze regelen zo eenvoudig mogelijk proberen te maken. Mensen kunnen dus 1 vierkante meter natuur kopen, of 4 of 10 of elk gewenst aantal vierkante meters wat ze maar willen. En we hebben heel duidelijk gemaakt wat we kunnen doen voor die €7,50. Voor €7,50 kunnen we 1 vierkante meter aankopen, inrichten als natuur en beschermen voor de toekomst. Ook heel duidelijk is dat het een eenmalige gift is. Je zit dus nergens aan vast. Je krijgt geen vast donateurschap of iets ergens. Als je dit een mooi doel vindt, kun je gewoon eenmalig geven. En het is nog laagdrempeliger omdat je bijvoorbeeld ook via een tikkie kan betalen en daarvoor hoef je niet eens formulier in te vullen. Dus dat was het, zeg maar, de oplossing voor het probleem. En dan hadden we eigenlijk de doelstelling. De doelstelling was die 1 miljoen vierkante meter natuur erbij. En we missen nog die 24.000 vierkante meter. En dat hebben we direct zichtbaar gemaakt in deze campagne teller. Die is voor iedereen zichtbaar op de website. Het is een ambitieus, maar wel een haalbaar doel. Wanneer je een donatie doet via het webformulier, dan zie je meteen interactie met de teller. Dus dat is heel mooi. Eigenlijk de belangrijkste call to action is hier dus koop je stukje natuur. Maar je kunt ook een informatiemap aanvragen. En het belangrijkste is eigenlijk je kunt gewoon impact maken. Ook al koop je gewoon 1 vierkante meter. Wat ook nieuw was deze campagne, was dat we op de bevestigingspagina kon je je aankoop delen via social media. Dus je kunt anderen aanmoedigen om ook een aankoop te doen. En voor ons als landschap was het weer dat we meer zichtbaarheid konden creëren. En het draagt weer bij aan meer bekendheid van onze organisatie. En er was meer. Meer dan dat we bij eerdere campagnes hebben gedaan, hadden we heel uitgebreid heel veel content ontwikkeld. En filmpjes, er komen donateurs aan het woord. En er zijn mooie verhalen over eerdere aankopen die zijn gedaan met het grondfonds. Er was gewoon heel veel om in te zetten via diverse kanalen. En dat heeft ook heel goed gewerkt. Verder hebben we ook voor het eerst eigenlijk wel echt een gesegmenteerde benadering van potentiële gevers aangehouden. Dus we hebben als eerste onderscheid gemaakt in de vaste gevers en mensen die eenmalig wilden geven. We hebben ook voor het eerst geautomatiseerde e-mailcampagnes ingezet op mensen die bijvoorbeeld meer informatie aanvroegen. Of leads die binnenkwamen via een winactie die we eraan hadden gekoppeld.
En ja, verder ja, blijft het altijd belangrijk om dankbaarheid te tonen bij zo'n crowdfundingcampagne. Dus het leuke was, je krijgt een certificaat op naam als je een aankoop doet. En ja, ongeacht het aantal vierkante meters, dus ook als je 1 vierkante meter koopt, krijg je daar ook een certificaat van. En ja, verder kan ik alvast, oh, ik ga te snel, verklappen dat we het doel hebben behaald. Dus we hebben inmiddels ook naar alle gifgevers hebben we een e-mailnieuwsbrief gestuurd om ze te bedanken. En we hebben via social media iedereen bedankt. Dus ik zal nu wat vertellen over de resultaten. Nou, je ziet hier de campagneteller doorlopen naar die 24.000 vierkante meter. Die hebben we behaald en ook ja, best wel snel. Binnen 3 weken hadden we de vierkante meters bij elkaar. Maar dat hadden we echt van tevoren nooit ja, durven dromen. Wel gehoopt, maar niet dat het zo snel zou gaan. Het was ook heel mooi. Iedereen die bij deze campagne betrokken was, ja, zat meerdere keren per dag even te refreshen om te zien waar de campagneteller op stond. En ook collega's die op vakantie waren, die keken ook elke dag eventjes hoe het ervoor stond met de vierkante meters. Toen was wel een punt van, ja, we hebben het nu behaald, wat gaan we nu doen? De campagneboodschap van 1 miljoen vierkante meter natuur erbij, ja, wilde eigenlijk niet aanpassen, ook al hadden we die behaald. We hebben wel het laatste 24.000 vierkante meter, dat stukje hebben we afgehaald en we hebben meer gefocust op elke vierkante meter natuur telt. De campagneteller moest iets aangepast worden. Dus tijdens de campagne hebben we samen met Limoen Groen de campagneteller aangepast. Die 24.000 is nu eigenlijk een soort tussenstation geworden. En we hebben hem nu als einddoel 48.000 meegegeven. En ik moet zeggen, het gaat, nou ja, je ziet nu de huidige stand in de teller. Dus we zitten nu ruim 37.000 vierkante meter. Wat echt ja, ongelooflijk is. En de campagne loopt nog even door tot het eind van het jaar. Dus wie weet wat er nog gaat bijkomen. We hebben ruim 3600 donaties ontvangen tot nu toe. En leuk om te vertellen is dat meer dan 50% van de donaties via de website zijn binnengekomen. En dat is ook voor het eerst dat percentage ja, groter is dan gewoon de bankoverschrijvingen. Verder hebben we bijna 1000 van nieuwe gifgevers. Mensen die nog niet bij ons bekend waren, maar mensen die dus graag een donatie wilden doen, ja, eenmalig. Dat is ook heel mooi omdat onze focus een beetje aan het verschuiven is van ja, de trend is ook niet meer dat mensen een donateur worden van een doel en daar ja, vast aan geven, maar mensen willen ja, een project een goed doel wat ze mooi vinden, willen ze gewoon eenmalig steunen. Maar ze willen liever niet ergens aan vastzitten. En dat hebben we met deze campagne heel goed ja, kunnen bereiken. Mensen vonden het een heel mooi doel om eenmalig te geven. En dat was ook heel goed mogelijk met deze campagne. Nou, dus ik wilde afsluiten met nou, voor wie dit jaar nog een mooi doel zoekt voor een donatie, zou ik zeggen, koop een stukje natuur voor jezelf of geef een cadeau aan een ander. Nou, ik ben hiermee aan het einde van mijn presentatie gekomen. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Of... Zijn er vragen? Kijk. Kijk hoor. Ik ga even kijken of ik dat kan. Ik moet even dit ding. Even kijken hoor. Ik zal het eventjes. Ik weet niet of iedereen de vraag kan
kan zien, maar ik kan me voorstellen dat een donatiesysteem als dit leidt tot ambassadeurs, mensen die reclame gaan maken voor jullie organisatie, omdat jullie hun stukje grond beheren. Merken jullie daar iets van? Nou ja, dat is wel lastig. Mensen zien het, nemen het heel, heel persoonlijk. Gaan bijvoorbeeld ook aangeven van, ja, hier om de hoek bij mijn huis ligt nog een stukje, misschien kunnen jullie dat kopen. Maar dat is dus wel lastig, want ja, op dit moment zijn er dus ook met dit bedrag, er wordt heel veel rondgekeken, maar er zijn nog geen aankopen gedaan. Er wordt heel veel, ja, we hebben de gebiedsmanagers die ja, het in de gaten houden waar stukjes grond beschikbaar komen en die ja, daar onderhandelingen over voeren. Dus het is voor ons ook nog even afwachten waar een paar stukjes grond ja, gekocht uiteindelijk. Maar om even terug te komen op de vraag. Ja, ik denk dat er zeker zijn echt wel mensen die, ja, die echt wel fan hiervan zijn. We hebben echt ook superveel ja, mooie reacties hierop gekregen. En misschien vooral die uit de donateursfilmpjes van vorige aankopen blijkt wel. Dat, ja, dat zijn echt wel ambassadeurs die, ja, die er echt helemaal achter staan. En het ja, echt heel mooi vinden dat ze aan dat stukje grond hebben kunnen bijdragen. Dus dat is heel mooi. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn. Dan... Natuur, ja. Kijk, wauw, dankjewel. Nou, ik heb ook een stukje natuur gekregen. Nou ja, mocht er verder nog vragen zijn over de campagne, dan kun je altijd mij benaderen op Limo Groen natuurlijk. En nou, ik wens jullie heel veel plezier nog bij de rest van de presentaties en deze middag. Tot ziens.